Welkom allemaal bij een nieuwe video en welkom terug bij een nieuwe episode van Road to 2,5 miljoen dollar. En dit is episode 13 alweer en ik hoop niet dat wij veel ongeluk gaan krijgen vandaag, want het is niet voor niks episode 13 natuurlijk. Maar dat zullen wij zo meteen wel zien. Als eerste wil ik zo meteen heel even aan het rad draaien, want voor mij zit er momenteel weer een andere auto in dat rad. De vorige keer was dat de... hoe heet dat ding ook weer? Die Bugatti Chiron of iets, ik weet niet. Nee, Divo was dat volgens mij. Nou zit er een Ferrari F40 in. Dus geen nieuwe auto, maar wel een nieuwe auto voor in dat rad. En ik heb hem niet gedraaid. Dus met een klein beetje geluk kunnen wij vandaag wederom een leuke prijs binnenslepen. De vorige keer hadden wij ook een mooie prijs. Hadden wij in principe een jackpot. Was helaas niet een van die hoogste jackpots, maar alsnog een jackpot. Volgens mij heb ik momenteel geen munten meer. Dus ik denk niet dat ik kan gokken of zo. Misschien dat ik even wat munten koop. Maar dat zien we zo wel. Ja, we gaan eerst eens even kijken bij dat rad. Dat lijkt me wel verstandig. Het is een mooie volle lobby zo te zien. Of in ieder geval 17 man. Netjes. Netjes, netjes. En ik heb inderdaad dus 0 coins momenteel. Ik denk dat ik het dadelijk wel een paar koop. Niet veel, maar... Oh, misschien dat we hier dadelijk coins winnen. Dat is helemaal perfect. Of gewoon geld natuurlijk. Dat kan ook. We zullen eens even kijken. Alles behalve kleding, please. Alles behalve kleding. Ik hoef die auto echt niet. RP hoef ik ook niet. Dan heb ik liever kleding. RP is voor mij het minst zinloze. Of eigenlijk het meest zinloze. Het meest zinloze wat we kunnen krijgen. $40.000. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Dus ja, voor mij is het in principe kapot zinloos. Maar voor deze serie, $40.000 is al een heerlijke start. Dus dat is mooi. Ik denk toch dat ik van die 40.000 even wat ga inleveren voor even één keer in die slotmachine. Weet je wat we doen? Ik moet eigenlijk een mooi... Zal ik 10.000? 10.000 is eigenlijk al zonde, hè? Ik ga voor 10.000. Ik vind het op zich wel een leuke manier om de series te starten. Of de episodes eigenlijk. Ik ben eventjes een paar keer gokken. Kijken of we wat leuks zullen krijgen. En aangezien we nou dan toch al die 40.000 hebben gekregen. Helaas stelt hij die 10.000 niet van mijn cash af, maar... Maakt dat niet uit. Waar, oh waar, zullen wij eens even gaan gokken. Een van de beste wat ik had gehoord is die daar, de Diamond. Ik heb daar nog nooit eens gewonnen. Ik heb de vorige keer toen gewonnen bij deze. Bij de Fortune and Glory. Misschien vandaag dat dit de dag gaat worden. Ik ga trouwens zo snel erin hoor. Ik ga er niet lang over doen, want daar heeft niemand zin in. We doen max bet. Dat kan ik 4 keer doen. En dan ben ik al door mijn cent heen. Dus het kan snel op zijn. Heel snel zelfs. 7. Lucky number 7. Oh. Oké. Okay. We zijn weer terug bij af. Dat is op zich wel nice. Als je eens een diamond krijgt, krijg je gelijk 5000. Zoals ik al zei. We zijn al winst aan het maken. Kijk eens aan. Ik wil gewoon één keer gewoon echt een gigantische prijs hebben. Ik denk niet dat ik in de positie ben om er iets van te zeggen, omdat ik de vorige keer al 50.000 had gewonnen. Ik wil nog een keer iets. 100.000. 500.000. Zou de serie zo goed doen, hè? Stel je voor, hé. Hey. In één keer, gewoon boom. Klaar met de serie. Maar ik denk dat ik klaar ben met mijn bankrekening, want dit is de allerlaatste keer en dan zijn we alles kwijt. Keep hanging. Keep hanging, boys. Je ziet hem ook iedere keer zo met zijn handjes zo van... Nee, nee, het wordt hem niet. Dit is 3 keer niks. En inderdaad, 3 keer niks. Oké, okay, nou, we zijn weer terug bij af. Ik heb tenminste 30.000 euro winst al. Dus dat is op zich prima. Ik bedoel, 40.000 was leuker geweest, maar... Ik wil even kijken of we geluk hadden. Eigenlijk moet je stoppen zodra dat je winst had, hè. Ik had heel even winst, maar... Whatever. We gaan eens even naar buiten. We gaan eens even kijken wat we vandaag allemaal kunnen doen. En... Kan ik naar mijn garage? Want ik heb trouwens nog een andere auto. Ik heb toevallig de vorige keer nog die Bugatti gewonnen. Dat was de laatste dag dat hij er nog was. Toen had ik hem gewonnen. En ik weet niet of hij in deze garage zit. Anders dan staat hij in een andere garage. Volgens mij heb ik een andere garage gezet naast mijn andere Bugatti's. Klinkt wel leuk, hè? Naast mijn andere Bugatti's. Maar volgens mij zit hij niet hier. Volgens mij heb ik hier nog wel die Bentley staan. Nee, de Bentley is ook weg.
Oh, this short project belongs to Motorcycle Club to earn cash and RP. Kijk, dat is leuk. Dat is leuk. Dit is waarschijnlijk het meest domme wat ik kan doen. We gaan het doen. The Blazer. Oh, oké. Okay, het is hier... Blazing Hot. Met kogels. Er is een bounty geclaimd. Oké. Okay. Het is waarschijnlijk het domste wat je kan pakken in een quad. Aangezien iedereen mij er zo makkelijk af kan schieten. Maar ik kan me de laatste keer niet herinneren dat ik op dit ding heb gereden in de game. Dat is echt zo knijterlang geleden. Het is wel grappig om een keer het ding erbij te pakken. Maar het is zo zinloos, jongen. Dit ding heeft echt nul pluspunten. Nul. Want wil je iets wat snel is en agile, dan pak je de motor en geen quad, rip. Dus ja, waarom zou je in hemelsnaam ooit een quad nemen? Don't know. Don't know, don't care. Weet je wat we eens even gaan doen? We gaan deze episode beginnen met een autootje verkopen. Wat me altijd opvalt in de episode is dat het vaak redelijk traag op gang komt. En dan tegen het einde van de episode dan gebeurt er gewoon een hoop. Maar in het begin... Oh, een repo mission? Kunnen wij die in free roam doen? Dat is zelfs een sniper kill challenge. Dat gaan we niet doen. Maar in principe kan ik het ook wel. Dat is ook wel vet natuurlijk, hè. Ik zal eerst even kijken wat dit inhoudt. Is dit free roam? Denk ik het niet, hè. Nope, dit is geen free roam. Mocht je de serie niet kennen, ik blijf het elke episode herhalen. Ik weet niet waarom ik dat doe. Kijk gewoon de volgende episode. Maar in ieder geval, lang verhaal kort, ik mag van alles doen wat ik wil, zolang het maar in free roam blijft. Dus zodra je uit free roam gaat, dan telt dat niet. Dit telt dus niet mee. GTA Races telt niet mee. GTA Heist telt niet mee. Zolang het in free roam blijft, is het prima. Ga je daar buiten, telt het niet. Oké, welkom terug. We zijn er weer. Er was een challenge waarbij ik sniper kills moest maken. Daar ben ik eigenlijk best wel geneigd om dat eens even te proberen. En ik pak even sniper erbij. Hoe werkt het ook weer? Zo. Daar rijdt volgens mij iemand. Ja, zeker. Oké, dat werkt niet. Oh, dat is een nieuwe auto. Dat is de spijker. IRL tenminste. Ik weet niet hoe die in de game heet. Ik denk dat wij op zich makkelijk geld kunnen verdienen. Aangezien niet heel veel mensen deel zullen nemen aan deze challenge. Het lastige is alleen dat ik mensen moet zien te snipen. En dat is al moeilijk zat. Oh, sorry. Spijt me. Ik vind dat zo lullig om mensen te killen die gewoon niets aan het doen zijn, zeg maar. Gewoon minding their own business. Oh, ik hoor iemand wel flink knetteren. Is er iemand in die vrachtauto? Nee, toch? Nope. Nope. Ah. Ik dacht even dat hij in die vrachtauto zat. Godsamme. Volgens mij zijn de vrienden. Als ik daar ruzie mee maak, dan heb ik wel echt een probleem. Het probleem met snipen is dat ik daar eigenlijk ook helemaal geen verstand van heb, want ik gebruik het nooit. Oh. Auw. Oké, never mind. Never mind. I got shot. I got shot. I got shot! Iemand schoot op mij. Fuck no. Wat zitten zij daar te doen? Is dat een of andere hideout? Ik zie niemand. Ik denk dat zij binnen zitten in de stripclub. Waarschijnlijk zitten ze binnen in de stripclub, dus ik kan ze daar niet snipen. We moeten snel zijn, ik heb nog 1,5 minuut. Kom maar, ik hoef maar 1 kill te maken en dan krijg ik volgens mij al cash. Ik kan hier niet omhoog, ik zit vast met mijn quad. Ik heb nog 1 minuut. Er zijn 2 mensen om me heen. Ik kan hier gewoon echt niet... Oh, here we go, here we go. Er zit er eentje hier, oh. Hij rijdt weg, hij rijdt weg. Please, 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 please. Please! Ah, come on. Gun maar die, dat ene schot. Come on. Dat is zo lastig om in te schieten. Je weet ook helemaal niet hoe ver je ervoor moet schieten. Nee, dit is een verloren strijd. We hebben nog maar 30 seconden. Daar rijdt iemand in space. Nope. Er is ook vrijwel niemand die je kan killen. 16 seconden. Daar gaat het niet meer worden. Helaas. Laatste 10 seconden. Misschien... Laatste sprankeltje hoop. Waar is hij? Daar moet iemand zijn daar. 3, 2, 1. Ik zie hem niet. Ik zie hem niet. Helaas. Hij is naar binnen gegaan. Als ik alleen maar 1 kill had gemaakt, had ik nou wel cash gekregen. Ik weet ook niet hoeveel. Het zou misschien helemaal niks kunnen zijn, maar... En er komt letterlijk nou iemand achter me aanrijden. Are you kidding me? Oké, wij gaan naar ons bedrijfje. We gaan dus even auto's afleveren.
Poging tot, in ieder geval. We zijn er alweer bijna bij ons bedrijfje. Het valt me trouwens op dat hij vaak heel erg rustig is. Terwijl dit persoonlijk mijn favoriete bedrijf is in de game. Ik weet niet. Ik denk omdat het komt dat je dit in je eentje ook allemaal kan doen. Terwijl je bij die andere bedrijven, als je echt al jouw inventory wil afleveren of wil verkopen, dan heb je eigenlijk meerdere mensen nodig. En bij dit, dat kan als je een special doet of zo. Maar je kan gewoon individuele auto's verkopen zonder problemen. Alrighty. Ik moet me eerst even registreren. Is dat gelijk gebeurd? Ah, dat is gelijk gebeurd. Nice. Juist. We hebben collecties. Even kijken hoe het staat met mijn collecties. Deze collectie heb ik dus bijna compleet. Ik weiger om daar iets te verkopen. Ik kan deze verkopen. Don't really care. Bestia. Het ding is, volgens mij heb ik ook auto's die niet in een collection zitten. Zoiets als deze, volgens mij. Volgens mij zit die coquette niet in een collectie. Even kijken. Kan ik dat zien? De coquette. De croquette. Die zit wel in een collectie. Maar daar heb ik er maar één van. Dus do I care? Don't know. Weet je wat we gaan doen? We gaan deze auto verkopen. De Nightshade. Dit is een standard range. En die zit niet in een collectie. Je krijgt ook... Wacht even. Hoeveel krijg ik ervoor als ik volledig upgrade? 37k. Waarvan ik 7000 zelf investeer. Is niet heel erg veel, hè. Maar... Is prima. Het gaat om het idee. Het gaat om de content. Oké, remove tracker. Plates. Ja, het is een beetje afhankelijk van welke kleur ik pak, hè. Doe maar gewoon zo, whatever. Respray. Dit is wel een goed moment om een beetje te kijken wat je wilt doen met auto's qua kleuren. Ik vind het persoonlijk ook een hele brute auto. Ik denk dat ik voor rood ga. Ziet wel cool uit. Secondary laten we mooi zwart. Waarom niet? Performance upgrades. Prima. Kan ik die grill aanpassen? Ik vind mij zo beter. Is dat gek? Weet je wel, hij is prima. I don't care. Waarom doe ik hier moeite over? Dit boeit niemand. Het is niet eens mijn auto. Hoop ik niet dat ik gelijk opgeblazen word. Dat is altijd een risico, hè? Ik vind het altijd eng om hier naar buiten te rijden. Want je weet het nooit. Je weet het nooit. Okay, the work's been done. Take the car to the buyer and don't let another organization get in the way. Dit is trouwens echt een hele vette bak om te zien, vind ik. Ik vind hem echt heel erg gaaf. Hij is alleen een beetje... Hij rijdt niet zo lekker. Laten we het daarop houden. Want het is een... het is een muscle car. En muscle cars zijn over het algemeen crap. Niet allemaal natuurlijk. Maar in grote lijnen zijn de meeste muscle cars crap. En ben ik al gelijk op de map te zien? Ja, hè? Ik heb nu te lang maar die kunnen volhouden. Want mensen zien mij dus rijden. Ik heb geen idee hoe ver ik moet rijden. Lijkt erop dat ik momenteel safe ben. Ik weet niet voor hoe lang, want ik zie mensen achter me aankomen. Oh nee, ze gaan weer terug. Goed zo. Ze keken me even aan. Ze keken me even na. Uh-oh, ze komen achter me aan. Ik moet Lester bellen! Lester! Ik heb Lester nodig. Mijn grote mattie. Oh, wacht, die zijn we al. Fuck! Oké. What do you need exactly? Ding is traag. Ik kon off the radar gaan, maar we zijn er al. Een paar crashjes opgelopen, maar... Niks aan de hand. Zo. Goodbye. Niks. Heeft me $1300 gekost. Nou, valt mee. Ik zat op dat interaction menu ding te kijken. Voor mijn mobiel was het trouwens. Want ik wilde snel off the radar gaan. Ik zag twee mensen achter ons aankomen. Hun tweeën. Die reden ineens deze kant op. Dat vond ik een beetje verdacht. Maar okay, we did it's fine. It's fine. Oké. Destroy gun running shipments. Oké. Waar is dat eigenlijk? Dat is daar. Daar heb ik wel een dingetje voor. Doe mij maar een Hydra. Waar staan Hydra's bij? Ben ik blind? Is dat niet military? Een helikopter ook niet. Oh, plane. Ja, Hydra. Volgens mij komt hij hier ergens in de buurt. De vorige episode hadden wij hier ook ergens een Hydra die hier gedropt werd, dus... Call again. Goodbye. Eigenlijk moet ik een keer die vliegende motor pakken,
Ik word er altijd door afgestraft. Alleen moet ik hem een keer gebruiken. Some casino works come up. Can you help? Wat? Wat houdt die casino work in? We've seen a spike in counterfeit chips over the last 48 hours. Our house detectives just got an address for the factory. But if we go to the feds, it'll be another week before anything gets done. Mm-hmm. Head down there and persuade them to close up shop, won't you? Moet er heen? Waar? Hebben ze op de map iets aangegeven? Oh, ze hebben iets op de map aangegeven. Ah, fuck, dat wil ik eigenlijk ook wel doen. Weet je wat? Ik heb een idee. Ja, dit is perfect. Dit is perfect. Ik pak mijn jet. Ik vlieg even langs die andere dude met zijn shit. Die blaas ik op. Dan vlieg ik door naar mijn. Naar de plaats waar ik heen moet. Waar moet ik heen trouwens? Dit is gigantisch ver weg. Het is helemaal Travers vliegveld. Normaal gezien wordt dat ding veel dichterbij gedropt. Maar ja. Plan van aanpak is dus proberen die andere dude op te blazen en door te vliegen naar mijn objective. Als dat zou werken, zou dat heel tof zijn. Wow! Met een hummer, jongens. Kijk eens aan. Ik heb echt het idee dat deze controller ook niet goed werkt voor GTA. Ik heb nou een scuff controller gepakt. Die zitten trigger stops op. Dus volgens mij kan ik niet volledig gas geven. Dat is best wel irritant. Alright. Ik vraag me af of die dude er eigenlijk nog is. Is die dude er nog met zijn... die dude is weg. Oké, nou, daar gaat dus niet meer door. Bespaart ons wel wat tijd. Die hoeven we in ieder geval niet meer op te blazen. Dan gaan we nou gelijk door naar de objective. En, als flats. Het is wel fijn dat ik een jet heb gekozen. Dus wel lekker snel. Zal ik tegelijk vanuit mijn jet kunnen doen? Of moet ik eruit springen, denk je? En ik krijg een berichtje. Waar is dat bericht? Ik zie maar geen bericht. Oh, daar. Mr. Baker. Remember, this operation technically doesn't exist. So, if you were to destroy the whole stock, you wouldn't technically be committing a crime. Okay. Ik moet leren lezen, dat moet ik doen. Maar okay, fair enough. Dus kan ik nou gewoon zeggen, hot, plat. Ik ben benieuwd of ze mij uit de lucht zullen schieten. Dat zou lullig zijn. Oh, dat doen ze zeker. Dat doen ze wel degelijk. Oh, nou zie ik pas. Oh, deze kan was open. Holy shit, dat werkt goed. Oké, come on. Oh. Dat moet zo toch werken, of niet? Come on, ik schiet naar binnen. Hoppakee. Nou. Dat was makkelijk. 6.500. I'll take it. Kijk eens aan. Prachtig. Het begint zo meteen een challenge. Kijk eens aan, wat voor challenge is dit? Air checkpoints. Dat is een van de minder interessante, hè? Air checkpoints. Ja. We gaan eens even onze kluis leegroven. Is het eigenlijk leegroven als je eigen kluis is? Nee. Wat vinden jullie van mijn silent disco? Ik heb de muziek in de game gemute, omdat dat op YouTube niet mag. En dit ziet er nou zo dom uit, jongen. 3.500 zit in de kluis. Het is geen fortuin, maar... We waren toch in de buurt, dus waarom ook niet. Even koekeloeren. Met een klein beetje geluk kunnen we zometeen dus wel ga ik de challenge doen. Van die, die air checkpoints. Want mijn eigen vliegtuig, die staat buiten. Dus ik kan gelijk die pakken in plaats van zo'n traag dingetje. Oeh, $1000 bounty. Nice. En destroy rival nightclub vehicles. En de air checkpoints. Er is een hoop gaande momenteel. Damn. Weet je, die air checkpoints zal lachen, maar het wordt best wel snel saai. Ik denk dat wij combineren. Ik pak het air checkpoint, ik vlieg naar iemand toe, ik blaas hem op, ik vlieg weer verder. Klinkt als een goed plan. Wat denken jullie? Pak ik gelijk hier even die cash mee. Ja, niet dat heel veel... Wat? Oh, kan ze. Niet dat heel veel mensen dit zullen doen. Dus, komt wel goed. Ik ben alleen bang dat ik daar ook neerstoor. Dit ding is gigantisch snel, deze jet. Dat is iets waar ik niet heel erg rekening mee gehouden heb. De laatste keer dat ik dit soort dingen deed, toen gebruikte ik zo'n heel traag vliegtuigje. En dit is toch wel next level. Eens even te kijken. Is die ene dude al weg? Oh, die dude is al weg. Ah. Maar ik snel. Oh, iemand anders heeft er ook zin in. Dat is niet de bedoeling.
Ik wil dat wel winnen, dat is een beetje het lastige. Ik moet dit winnen. Dan krijg je volgens mij een bonus. Ik weet trouwens niet of je een bonus kreeg. Don't remember. Ik ga hem opzoeken. Official Hunter. En ik schiet hem uit de lucht. Laten we eerlijk zijn. Huh? Wat? Ik kreeg die cirkel niet. Kom maar. Waar, oh waar is Hunter? Is dat hem? Daar is hem. Hij heeft een helikopter. Oké. Oké. Kom maar op, jongen. Kom maar op dan. Dit is misschien een beetje lullig, maar hey, ik moet de competitie uitschakelen. Dat is nou eenmaal hoe het werkt. I gotta secure the bag. Oh, ik crashte bijna. Waar is zij? Wow! Wow! Oh, nee! Ik crash! Nee! Die fucking kraan spawnde recht voor mijn neus in. Motherfucker. En hij overleefde het ook nog. Of niet? Ik heb geen idee. Hij is weg? Is hij geliefd? Is hij gereedsquit toen ik op hem schoot? Hij is ge... I don't know. Ik heb hem... Oh, hij is dood. Heb ik hem dan wel neergeschoten? Ik heb geen idee. Ik heb oprecht geen idee. Ik schoot erop. Dat was duidelijk. Twee keer zelfs. Met lock-on rockets. Maar... Ik crashte zelf. Dat was echt ultieme karma. Dat was ultieme karma. Dat verdien ik ook echt. Oké. Ik ben even geswitcht naar iets anders. Ik dacht, ik moet een vliegtuig hebben. Maar ik wist niet dat dit vliegtuig er zou staan. En dan heb ik dit. Ik denk niet dat het heel verstandig is geweest. Maar we zitten nou opgescheept met dit ding. Dus it is what it is. En het is misschien trouwens opgevallen. Ik heb inmiddels weer een ander kleur vliegtuig. En ik was helemaal niet gecrashed. Echt totaal niet. Echt niet. Maar nee, ik blijf nog heel even doorgaan met dit voor de laatste 30 seconden. Want ik wilde eigenlijk die time trial gaan doen. Maar ik was bang dat zodra ik die time trial start, dat ze dit dan tellen als gefailed, zeg maar. Omdat ik het niet heb afgemaakt. En dat zou een beetje zonde zijn. Ik heb... Oh, ik heb geen idee wat die mensen hier aan het doen zijn. Er zijn die twee mensen hier een beetje aan het handelen. Wat zitten zij te doen? Hey, hebben we nou... Oh, we hebben 4.500 gekregen. Hell yeah. Dat bedoel ik. Gratis geld. Come on. Gratis geld. Alright, ik vlieg heel even naar die time trial. Ik wil die toch nog even proberen. Ook al weet ik dat ze niet zo makkelijk zijn. Ik wil het gewoon even proberen. This vehicle will self-destruct. Oh, 20 seconden. Makkelijk. Ik haal dat in ieder geval. Sorta. Kinda. Ish. Laatste 10 seconden. 10. 9. 8. 7. 6. Oké, fuck this shit. I'm out here. Ik ga dat risico niet nemen. Dat ik dan uitspring te laat. En dat ik dan in de lucht nog git word. Kabam. Kijk eens aan. Prachtig vuurwerkje. Er is een bounty. Oké. Dat vind ik dan wel weer leuk eigenlijk. Maar dat is helemaal in Mars. Ja, dat gaat hem niet worden. Zo, prachtige landing. Ik bel gelijk even met mijn mechanic op, zodat hij mijn motor kan brengen. Mechanicie. Ik moet zoveel geld elke dag betalen aan shit. Kijk op hoeveel meldingen ik krijg, jongen. Echt gewoon 10k volgens mij totaal aan shit. Als je het allemaal bij elkaar optelt, denk dat je in de buurt komt. Clubhouse. Daar staan mijn motoren. Okay, we pakken eens een keer een andere motor. En de bounty is inmiddels al geclaimd. Dus het was niet eens de moeite waard om hem bezig te houden. Hey, kijk dan. Die is snel hier. Dit is mijn... gezondheid. Laten we het daarop houden. Oh, dit is 4.5 minuten. Dat is lang. Dan is het een lange rit. Ik kan gelijk rijden. Ik weet alleen helemaal niet waar naartoe. Dit is echt kapot zinloos. Je moet eigenlijk altijd van tevoren gelijk je route uitplannen. En dan vol gas gaan. Want om gewoon te gaan rijden, dat haalt niet veel uit. Oeh, ik kon er onderdoor. Oh. Oké. Waarschijnlijk moet ik ook ergens off-road een berg op of zo. Gegarandeerd. We moeten sowieso helemaal de stad uit. Want in 4 minuten zijn we echt al buiten de stad. Ik ben wel blij dat ik deze motor gepakt heb. Deze motor is volgens mij sneller dan de Bati, van wat ik me herinner. Je kan me echt niet vertellen dat dit vol gas is. Ik geloof er helemaal niks van.
Ik krijg nu de hele tijd vol gas ingedrukt, hè. Ik ben wel snel, maar ik ben niet zo snel. En waar rijd ik eigenlijk heen? Of ben ik eigenlijk de verkeerde kant op momenteel? En moet hij naar beneden? Ik ga hier naar beneden. Er zit niks anders op. De snelste route is recht naar beneden. Zolang ik op mijn motor blijf zitten. Dit was echt een flinke rit trouwens, man. Kijk waar we zijn. We zijn echt ergens helemaal in de middle of nowhere. Ik weet mijn god niet waar ik heen moet. Daarom kijk je van tevoren altijd eerst eventjes op de map waar je heen moet. Want dit heeft helemaal geen zin, hè. Waar zijn we? Want waar... Wat is dit? Ik moet daarheen! Ja, hey, fuck dat. Waarom reed ik zo? Ik kreeg echt iemand binnen door, terwijl ik gewoon het beste gewoon vol gas zo had kunnen rijden waarschijnlijk. Nee. Fuck dit. Zelfs voor die $1000 ga ik niet door. Ah! Oké. En toen stopt mijn motor zo. Weet je wat? Ik ga gewoon weglopen en ik doe net alsof er niks gebeurd is. Lijkt me een verstandig plan. Jezus. Ik wist dat we ver moesten rijden, want 4 minuten is lang. Maar dit was letterlijk van het één uiteinde van de map naar het andere. In de 4 minuten. Oké. Niet voor mij. What the fuck? Mijn motor staat hier om de hoek? Dat is kapot random. Dat is best wel eng eigenlijk. Staat ineens mijn motor daar? Weet je wat ik doe? Ik pak de Sand King. Ik ga naar een winkeltje overvallen. En dan gaan we het daarbij laten. Als je het... Hier, 2 winkels hebben we hier. Die zijn we net voorbij gereden. Ik ga ze allebei overvallen. Dit is waarschijnlijk niet de meest verstandige auto als... Hoe noemen ze zoiets ook weer? Dat heeft een speciale naam, toch? Ik noem maar even als ontsnappingsauto. Ik weet even niet wat de officiële term daarvoor is. Maar, oh, dat is de... Nee, dat is niet de bank. Dat is wel een bank, maar ik kan volgens mij geen bank overvallen. Helaas. Wij moeten het doen met iets minder. Oh, nee, je hebt me niet gezien. Je hebt mijn gezicht niet gezien. Fuck. Hoe doe ik dit? Oh ja. Zo. Ja, nou ben ik niet meer herkenbaar. Als je me nou nog herkent. Oké, give me all your money. Money. Calm down. Het probleem wat we dadelijk krijgen is bij de volgende winkel. Want nu heb ik 2 sterren en ik ga daar ook een andere winkel in. Een stukje verderop. En dan zit de politie al in mijn nek. Dus, Oh, hij schoot op mij. The fucking bitch. Hij schoot gewoon op mij. Wat een dwaas. Ik ben hem alleen maar aan het overvallen. Ja, body armor. Oh, daar komt de politie aan. Ik rij even om. La. Don't care. Zolang ze mij niet zien, ze hebben geen idee. Wat zei ik nou net? Dit is niet een handige auto hiervoor. Perfect. Oh, dat is niet goed. Oh! Dat scheelde weinig, gek. Alright. Volgende winkeltje. Ze hebben geen idee waar ik ben. Ze hebben echt geen flauw benul. Perfect. Voordat we dit doen, pak ik even een verfrissend blikje Sprunk. En de politie is al gewoon weg. Ze hebben het gewoon al opgegeven. Oh, daar rijdt er een. Hi, officer. Hi. Nee, niet stoppen. Doorrijden. Oh, leek even dat hij stopte. We pakken een shotgun. Dat heeft wel meer impact. Jesus, give me all your money. Money. Misschien had ik beter kunnen wachten die politie verder weg was. Waar het is, jongen. Als je daar ook omdraait, hè. En je wapen pakt, schiet ik je door je kop heen. Dat wil ik even gezegd hebben. De politie staat maar op te wachten. Schiet op, jij kreng! Heb jij een wapen? Ik zweer het, joh. Als je een wapen hebt, hè. Hup, ga daarin. Ho. Keep it up. Nee, ik kan niet aimen. Ik zweer het, ik zit de hele tijd te drukken. Ik kon niet aimen. Oké. Nou, tot dusver mijn geweldige ontsnapping. Ik zweer het, ik zat de hele tijd van aim nou met die fucking gun. Nope, zei de game. Nope. Nou, is er verder rest in ieder geval nog iets te doen? Het lijkt erop voor niet. Dus ik ga het hier weer belaten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van een nieuwe video van GTA 5 Road to $2.5 million. We hebben deze episode... ik weet niet precies hoeveel. Ik denk $100.000 verdiend. Want het bedrag wat je rechtsboven de hoek ziet is niet echt accuraat. Aangezien we... We hebben veel meer dan $100.000 trouwens. Nee, dat is niet waar. We hebben dus denk ik net $100.000. Want we hadden die auto afgeleverd. Dat was 30k, 37k.
En daar komt hij nog bovenop. Dus dan zitten we net boven $100,000. Want dat is hier niet bijgeteld. Dus dat is best wel nice. Niettemin, hoop ik dat jullie genoten hebben. Dus vond je dit leuk? Laat sowieso een like achter. Laten we kijken of we voor de 1000 likes kunnen strijden. Zou tof zijn. En dan hoop ik jullie allemaal heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Dus tot dan en houden we.